Nijmeegse politie heeft dinsdag aan het einde van de middag een auto klem gereden op de Waalkade. Dat gebeurde tijdens een wilde achtervolging vanaf het Holland Casino. De politieauto ramde daarbij de achtervolgende auto, zodat hij tot stilstand kwam tegen een muurtje van dit appartement op de Veemarkt. Wij zijn al een langere tijd bezig met een onderzoek naar een criminele jeugdbende in Zaltbommel. En er zijn ook al meerdere aanhoudingen in verricht. En in dat onderzoek is nu informatie naar binnen gekomen waardoor wij deze twee personen wilden aanhouden. Er zijn ook meerdere personen aangehouden die ook ouder zijn. Maar dat is wel kenmerkend voor dit. Ja, volgens politie en justitie is dat wel herkenbaar voor dit soort jeugdbendes. Het onderzoek is gestart in Zaltbommel. Naar aanleiding van ernstige overlast. En dan moet je echt denken aan criminele misdrijven zoals woninginbraken, diefstal door middel van geweld, overvallen. Sommige verdachten waren in bezit van wapens, drugsoverlast. Ja, daar kun je dan aan denken. De achtervolging begon rond 5 uur hier bij het Holland Casino. De Waalkade was afgezet vanaf de voerweg tot en met de Veemarkt. Daar werd de auto klem gereden door een onopvallende politieauto van een arrestatieteam. De politie heeft daarna met getrokken wapens de inzittenden aangehouden. De politie heeft bij de actie ook schoten gelost. Het arrestatieteam heeft inderdaad schoten gelost. Op dat moment wordt er door hun besloten welke middelen zij in gaan zetten en waarom. En er zal nu worden onderzocht wat daar precies de reden van is geweest. Nee, die auto die was gestolen al eerder door deze twee mannen. En daar sloegen zij nu mee op de vlucht voor de politie. Het onderzoek is echt nog in volle gang. Er zullen ook zeker nog meerdere aanhoudingen volgen. En na afloop zal daar meer duidelijkheid over komen. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van ernstige overlast in Zaltbommel. En naar aanleiding van binnengekomen informatie zijn deze twee nu aangehouden. Er zijn meerdere personen aangehouden, ook een aantal uit Zaltbommel, maar ook die daar niet vandaan komen. In het onderzoek naar de criminele jeugdbende in Zaltbommel zijn al eerder diverse aanhoudingen verricht. Het onderzoek is nog in volle gang. Meerdere aanhoudingen zijn niet uitgesloten. De zogenoemde zwarthandel is al begonnen met het verkopen van kaarten voor het concert Sterker in Gelredome van Nick en Simon op 11 oktober volgend jaar in Arnhem. De officiële prijzen voor Sterker in Gelredome liggen tussen de 39 en 49 euro. Bij wederverkopers kosten de goedkope tickets meer dan 60 euro. Leden van de fanclub van het Volendamse duo kunnen deze woensdag al kaarten kopen. De officiële kaartverkoop voor de show in Arnhem begint pas vrijdagochtend om 10 uur via Live Nation. De projectontwikkelaars MAB en Bouw Invest hebben zich teruggetrokken uit het Rijnboogplan in Arnhem. Dat heeft de wethouder Gerry Elfrink dinsdagavond in een besloten vergadering gemeld aan de gemeenteraad van Arnhem. Beide bedrijven hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over het plan Nieuwstraat en Omgeving en ook niet over de grondprijs. Elfrink gaat nu op zoek naar andere marktpartijen. Ondernemers in de Nijmeegse binnenstad zien een groot retailpark bij Ressen niet zitten. Ze vrezen dat een megawinkelcentrum bij de Ovatonde jaarlijks zo'n 16 miljoen euro aan de binnenstad onttrekt. Belangenorganisaties namens de binnenstadondernemers, het Huis voor de Binnenstad, ziet de plannen voor vlek 14, zoals de locatie op het gemeentehuis bekend staat, niet zitten en spreekt van een kansloze missie. Nou, het grootste probleem is op dit moment dat we een ontzettende overbewinkeling in Nederland hebben. We hebben een talende economie. Iedereen probeert de nieuwe formules te vinden en te overleven. En dan is het gewoon, nu een nieuw retailpark is gewoon overdaad. Dat wil zeggen dat je dan het leven in de omliggende steden enorm gaat beïnvloeden. En ik zou niet weten wie dat wil. Ja, er is een onderzoek gedaan door een Arnhemse bureau Stek. Die kwam met een positief rapport. Het zou zo'n 56 miljoen euro omzet genereren. Dat klinkt heel anders. Ja, dat 56 miljoen omzet genereren. Maar als je het rapport goed leest, trekt het 46 miljoen omzet weg uit de steden eromheen. Dus dat is, dan heb je het dus over 8 miljoen omzetverbetering. Dat is nauwelijks invloed op het hele regionale gebeuren. En het grootste probleem is dat je dan dusdanig de anderen beïnvloedt dat het voor hun dat is rampzalig in deze tijd. Als iemand met een goede formule komt, dan zeg ik, leg dan ook de concentratie in de binnensteden, zowel in Arnhem als in Nijmegen. En het andere punt is, als er iets komt wat schaars is
en wat innovatief is. Jongens, van harte welkom op vlak 14. In dit soort onderzoeken kijken niet alleen in Nijmegen, kijken we echt naar de regio. En van die 56 miljoen, waarvan die 46 miljoen weg verschuiven, dat is natuurlijk Arnhem is ook nog een hele ente klos. En dan Bemmel en Elst zijn ook gewoon de klos wat dat betreft. Dus ja, laten we nou eerlijk zijn, elkaar in de ogen kijken en goed overleggen wat is belangrijk naar de toekomst gericht. Wel innoveren en moderniseren, maar doe dat op de plekken die er zijn en maak geen nieuwe plaatsen waardoor er uiteindelijk iedereen wegkwijnt. Ook de Kamer van Koophandel juicht de realisatie van een mega winkelcentrum langs de A325 bepaald niet toe. Tijdens de opnames voor het kanaal 13-programma Zakencircuit ligt de regiomanager voor de stadsregio Arnhem-Nijmegen, Sanne Buursink, het als volgt toe. Wij zitten aan tafel, overigens niet alleen bij Ressen, want er gebeurt in de regio natuurlijk meer. Ook in Arnhem zijn ze flink bezig met ontwikkelen. Ook Zevenaar wil eigenlijk nog wel wat. Rondom de Rijnhal? Rondom de Rijnhal, ja. En daarnaast in Zevenaar staat ook nog een grote ontwikkeling gepland langs de A12. Er is nu op stadsregioniveau afgesproken dat het even allemaal stilstaat en dat de zaken ook in verhouding tot elkaar bekeken gaan worden. Wij vinden dat heel belangrijk als Kamer, want het gaat uiteindelijk over je regionale detailhandelstructuur voor de toekomst. De keuzes die je nu maakt betekenen ook iets voor het leefklimaat in steden en in dorpen in het hele gebied. En in die zin onderschrijf ik ook wat Hubert aangeeft. Als je daar dingen doet en je doet daar de verkeerde dingen, dan komen je binnensteden onder druk te staan, maar ook de dorpen. Komt een grootschalig retailpark er niet bij Ressen, dan is de locatie zeker niet verloren. Hubert Hendricks van het Huis voor de Binnenstad ziet wel degelijk goede mogelijkheden op deze plek. Nou, dat kan zijn met een heel groot golfwinkel, een hele grote paardensportwinkel, een campingwinkel waarbij je de tent kunt uitproberen, mountainbikes, dat je je fiets even uit kunt proberen. Dus er zijn echt op dit moment allerlei belevenismogelijkheden waar ook ondernemers wel wat in zien. En daar ligt nou natuurlijk een ideale plek voor dit soort dingen. Als het maar niet concurrerend is met traditionele winkelbedrijven. Want dan vult het elkaar ook aan. En dan krijg je zowel Arnhem als Nijmegen krijg je nog een extra aantrekkelijkheid. Dus onze visie is heel, heel regionaal gericht. Maar wel met behoud van het goede, om het zo maar even te zeggen. En de in juni verleende vergunning voor een maximaal 20 meter hoge zandinstallatie in de Bemmelse Uiterwaarde blijft van kracht. Van de ingediende bezwaren bleek er 16 te laat binnengekomen en vond de bezwarencommissie dat er 103 indieners te ver van de installatie afwoonden. De bezwarencommissie heeft begin oktober dus alle 122 bezwaren tegen deze vergunning afgewezen. En de gemeente Lingewaard die volgt dat advies nu. Goed nieuws voor de fans van NEC die met de bus naar hun club afreizen om een wedstrijd bij te wonen. Ze hoeven binnenkort niet meer zo ver te lopen. Voor het NEC-stadion staat namelijk vanaf zondag 9 december een bushalte, genaamd Stadion Goffert. De buslijnen 11 en 12 stoppen op deze halte die aan de burgemeester Daleslaan in Nijmegen komt. De regionale brandweer Gelderland-Zuid heeft voor een enorm spektakel gezorgd woensdagmiddag. Een scenario is opgebouwd waarbij een spookrijder geramd is door een tankwagen. Natuurlijk zijn daarop weer een aantal auto's geklapt om de situatie tot een echte ramp te laten lijken. Dit alles vond plaats op de parkeerplaats van de Fasim in Nijmegen. Niet zomaar een oefening, nee, een enorme rampenoefening, waarbij alle facetten van de werkzaamheden van de hulpdiensten aan bod kwamen. Ja, we ensineren hier een groot verkeersongeval. We gaan ook verschillende technieken gaan we daar laten zien die wij het hele jaar door oefenen. Ja. En nu komt alles bij elkaar, alle technieken die we geoefend hebben het hele jaar door, worden hier tentoongesteld, laten we het zo zeggen. Voor de grootschalige oefening werden in de ochtend al de voertuigen geprepareerd. In de middag kwamen speciale acteurs ingereden om plaats te nemen in de voertuigen, zodat deze gered kunnen worden door de hulpdiensten. De komende weken zullen nog 2 van dit soort oefeningen plaatsvinden. Alleen deze oefening was de primeur voor de brandweer. Nou, het is een ongeval voor 3 tankauto's buiten en een HV, dat is een hulpverleningsvoertuig. Wij gaan zo nu gewoon een bericht eruit doen voor de tankautospuit. Nou, die komt ter plaatse en gaat oordelen, heb ik meerdere tankautospuit nodig om dit ongeval te klaren, zeg maar. En dan gaat het lopen. We weten niet hoe het gaat lopen. Het ligt aan de bevelvoerder. We hebben net een grote klap gehad hier achter van een elektriciteitscentrale. Dat gaat niet gebeuren. Nee, laten we dat niet doen. Nou, kijk, als iemand bekneld zit met de benen onder een dashboard, hebben we een bepaalde techniek, een aantal technieken om iemand te bevrijden. Nou, hier kunnen we kijken. Hey, beheerst iedere brandwacht en bevelvoerder die techniek. En dan kunnen we daar in het loop van het jaar verder op inspelen, mocht er nog aandacht voor moeten zijn.
Oefening baart kunst. Door dit soort rampoefeningen zijn de hulpdiensten in de toekomst, als het voor het echt noodzakelijk blijkt, in staat om adequaat op te treden.